Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSP hier voor Amor. En vandaag ga ik op pad met deze ambulance. En dat is niet zomaar een ambulance, dat is een ambulance van het ministerie van Mots. Hij is nog niet gereleased, maar ze zijn ermee bezig. Ik krijg meteen een melding reanimatie. Ik heb zojuist, we hebben ons al ingemeld, voertuigcontrole is er gedaan. Die laat ik nu even zien. Nou, dat was voertuigcontrole in ieder geval. We gaan dus nu meteen door naar een reanimatie. Deze ambulance die, super vet. Het is een 2019 model en er is ook zeker gedacht aan de details. Zo hebben we achterin een brancard, die heb ik op dit moment echter niet. Die zal ik even heel snel erin zetten. Dat is namelijk 11. Yes, kijk eens. Hoppakee, daar is die. Normaal zou die naar buiten kunnen komen en dan zou je hem... buiten kunnen neerzetten. Echter heb ik dat natuurlijk weer niet, want mijn dat is component 11, nee 10, en bij mij slaat die, gaat hij van 9 naar 11, dus die heeft hij niet. Voor de rest hadden jullie waarschijnlijk in de voertuigcontrole ook al de leuke details gezien, dat het visserpaneeltje, deze dus, ook mee knippert tijdens een spoedrit en zo, dus als het gewoon aangaat. Maar nu gaan we even in third person, maar we zullen dadelijk zeker even een spoedritje pakken in first person. Maar natuurlijk shout-out naar het ministerie van Mots dat ik de ambu alvast mag testen. Hij is dus nog niet af, dus er zullen misschien wel dingen zijn waarvan je zegt van nou dat klopt nog niet. Waaronder natuurlijk het interieur, dat was er niet af, maar dat komt allemaal. Hoi. Ze zijn een reanimatie gestart. Heel goed, ga ze door, ik neem het over. Ik zeg ga door en vervolgens zeg ik neem het over. Logisch. Ja, we hebben inderdaad geen ritme. Dat wordt CPR. Opladen van de AED. En reanimatie succesvol, lekker man. Dan gaan we uiteraard met een spoedje richting het ziekenhuis. Want we moeten wel, wat gebeurt er met die ambu? Iets gebeurt er met die ambu. Ja, er was natuurlijk net wel een reanimatie, dus we gaan met spoed naar het ziekenhuis, ook al leeft hij weer. Kom op, let's go. Hij kan achterin stappen als het goed is. Mijn collega gaat op de brancard liggen. En de slachtoffer zou dan. Hoppa. We zullen misschien nog even wat informatie moeten hebben. Even kijken. Ja, hij had pijn op de borst toen is hij waarschijnlijk neergevallen. Hij was dus bekend met astma en hypotensie. Te lage bloeddruk. Ja, hij is op de grond aangetroffen. 72 jaar oud. Mogelijk een infarct dat hij dus doormaakt. Een flinke infarct. Maar wij gaan nu naar het ziekenhuis.
Mijn collega zit achterin bij hem. Of beter gezegd, ligt achterin bij hem. En ik verzorg de rit naar het ziekenhuis. En dat hoeft allemaal niet super snel als het maar... Hij crasht geloof ik. Nee, toch niet. Als het maar toch een beetje een voordeel geeft, zoals hier. Anders hadden we moeten wachten voor het rode licht. Maar je wil natuurlijk ook niet dat zowel het slachtoffer als collega achterin helemaal door de cabine vliegt. Maar kijk, we nemen wel ons voordeel door hier lekker langs te kunnen rijden. Daar komen de collega's rechts. Ik heb ze gezien. Zij hebben mij gezien. Ik ga hier rechter rechts af. Dan kunnen zij gewoon doorrijden. En ook hier komen de collega's weer aan. Ik draai hem even zo. Oh, dat is wel een heel ruime bocht. Lekker man. En hoppa, yo. Wow. Oké, we zijn er. Lekker geparkeerd, pik. En door naar de volgende. Voor de melding zullen we ons first person rijden. Ik heb vandaag natuurlijk, of ik heb het nieuwe uniform aan. Mijn collega heeft nog het oude uniform aan. Welke vinden jullie eigenlijk mooier? Laat het weten in de comments. Ik zelf vind de nieuwe wel wat hebben, maar de oude vind ik toch wat mooier eigenlijk. Een voertuigongeval. Die gaan. Waarom stuurt dat ding niet zoals ik wil? Die gaan meestal niet echt helemaal lekker, maar we zullen. Oh, dat is wel heel ver. Nou goed, dan gaan we niet even. Daar ontplofte de helft al. Gaan we niet first person pakken. Kijk, dit is ook vet hè. Je ziet gewoon wat allemaal aanstaat. Het is wel veel moeilijker om alles te zien, hè? Links vrij, rechts vrij. Je moet eigenlijk veel meer naar achter kijken. En er is geloof ik ook wel een mod voor, hoor. Maar dat vind ik zelf dan wel lelijk uitzien. Hier ga ik niet inhalen. Stel er komt een voertuig om het hoekje. Nou, we zitten hier een beetje vast. Ja, ik ga niet inhalen in zo'n bocht waar ik niet zie wat mij tegemoet komt. Er zal maar net een gek zijn die zijn muziek keihard heeft aanstaan en mij niet hoort. Oh nee, toch niet. Ik dacht even, er komt niks. Dan had ik hem wel gepakt. Maar die bus ziet mij ook gewoon niet. Oh my god. Geef gas. Ja, soepel dit. Hij is geloof ik al kapot, het busje. Hij schakelt niet meer. Of hij schakelt wel, maar hij moet niet schakelen. Nou, nu kunnen we snelheid gaan maken. Ik denk dat jullie tot drie kwart hier echt niks aan vindt. Ik eigenlijk ook niet hoor. Ik heb mijn knipperlichten nu aan, dat zien jullie niet. Maar ik ben er wel aan het gebruiken. Ja, het leuke is dat je dat paneeltje voor de blauw en schreeuwen en zo in beeld hebt. Maar voor de rest stelt dit eigenlijk niks voor.
Oh, ik moet hier af. Zou dadelijk ook zien dat als we bijna te plaats zijn tot hij crasht. Nou, laat ik deze spoedrit er toch mooi in staan hoor. Ook hier, ik heb mijn knipperlicht er weer aan hoor. En we zijn ter plaatse. Brand was ook al ter plaatse, zie ik. Bitch! Wat zag ik toch gebeuren? Oh, 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 daar gebeurt iets. Daar werd een collega van de politie aangereden. Oh, twee slachtoffers. Oh oh, shots fired, shots fired. Hier ga ik niet bij zijn. Is het veilig? Ja, het is veilig. Goeiedag mevrouw. Leeft u nog? Wat is met mevrouw aan de hand? Zij leeft zeker nog. Hartslag is iets verhoogd. Wacht even, saturatie is goed, bloeddruk is goed, temperatuur is goed. Ja, oké. Okay. Iemand stak ineens de straat over terwijl en dan stopte zin. Dus meer info heb ik niet. Ik ga treatments. Ik ga trauma treatment. Dan gaan we. Nou, dan geven we nog maar wat pijnstiller. Collega, let op hoor. Ze rijden hier gewoon aan. En dan doen we wondenverzorging. En dan gaan we lekker naar het ziekenhuis. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat het verschil is tussen trauma treatment en wonden treatment. Dus traumaverzorging en wondenverzorging. Een trauma is eigenlijk ook vaak wel een verwonding al, lijkt mij. Ja, ik weet niet beter. Oh, het gaat voor fout. Die TS rijden is gewoon aan, let maar op. Oké, we gaan zonder spoed naar het ziekenhuis. Het valt allemaal wel mee. Maar ik ga jullie die rit naar het ziekenhuis besparen. Want ik vind het... kijk eens aan, 5,7 kilometer, dat is wel erg ver. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie daar zo meteen. Nou, we zijn uit het ziekenhuis. We zijn ook echt niet geteleporteerd of zo hoor. En het begint ook niet te regenen ineens. Hè? Dat is wel raar. Daar heb je echt niet ingesteld. Oh. Nou. Hij stuurt een beetje raar. En dan gaan we naar de laatste melding van vandaag. En dat wordt meteen een hoofdtrauma. En dan gaan we gewoon een volle A1 naartoe joh. Niet omdat moet. Maar omdat het kan. Oh. Oh, nu gaat hij helemaal fout. Niks gezien, jullie hebben niks gezien.
Goeiedag Schotel, hoi. Goeiedag mevrouw. Nou, ik zie op het eerste zicht geen hoofdwond. Het hoofd zit er nog aan, dus dat is ook mooi. We gaan even kijken wat mevrouw heeft. Of er sprake is van nek- of rugletsel. Oké, nou wat we gaan doen is in ieder geval zo snel mogelijk de ambulance in. Zodat we niet nat worden. En dan gaan we in de ambulance. We gaan trauma treatment. We geven ook maar weer wat voor de pijn. Ik weet niet meer of de vitale waardes nou goed waren. En we geven wondenverzorgingen. En dan gaan we ook weer om met deze mevrouw. Naar het ziekenhuis. En gaan we dan A1 of A2 eens even kijken. Oeh ja, nou ja, we gaan toch maar A1. Nogmaals, niet omdat het moet, maar omdat het kan en het regent. Het wordt even hobbelig hoor. Roepen we nu naar achteren. Missen jullie Ambu-channel ook? Ik mis Ambu-channel. Nee Siri, ik praat niet tegen jou. Wat zeg je? Oké. Dat begrijp ik niet, zegt Siri. Nee, ik begrijp jou ook niet. Maar, missen jullie Ambu-channel ook? Want ik mis Ambu-channel toch wel. En ja, die gaat er niet meer terugkomen. Dat voor de mensen die dat niet... Het regent hard, joh. Voor de mensen die dat nog niet wisten. Ambu-channel zal niet meer terugkomen. Heb ik zo gelezen. In ieder geval niet meer hoe die was. Ik moet het wel zeggen. Niet meer zo hoe die was. Dit is geen officieel bericht vanuit Ambu-channel. Maar wat ik wel weet, en dat heeft hij ook openbaar gezet. Dat er vragen kwamen vanuit mensen. Hoe het zat met de privacy. En zijn leidinggevende die... kon daar geen antwoord op geven, meen ik. En toen heeft hij gezegd, nou om maar verdere vragen en discussies, waarom maakt hij de bochten zo raar, te voorkomen, moet je er maar mee kappen met je rijvideo's. Dan denk ik van ja, wat, oh, we zijn er alweer, wat nou, en dan kijk ik naar Robin, wat nou als je gewoon zegt van ja, maar dan start ik gewoon bij de post en dan stop ik ruim van tevoren met filmen. En vervolgens als je dan weer... bij als je dan wel wegrijdt, misschien met spoed, dan zeg je van ik film pas weer op het moment dat je niet kunt weten van waar je nou vandaan kwam. Maar ja, dat zit er blijkbaar niet in. Hij zou zo met de zomer stoppen, dus wellicht dat hij nu wel bezig is met nieuwe video's. Hij zou zo een pauze nemen in de zomer, dat bedoel ik daarmee. Nu is de zomervakantie in ieder geval voorbij, dus misschien dat hij nu wel verder gaat, maar dat zullen misschien hoger video's worden, denk ik dan. Waar kleine stukjes spoedritten in worden gezet. Maar vooral om mensen iets te leren. Van hey, dit is de situatie die we laat zagen. Wat doe je hier nou in? Lijkt mij dat dat gaat komen. Maar in ieder geval niet meer de spoedritten die wij gewend waren van Ambu-channel. Ik vind dat wel heel jammer. Wij gaan terug naar de post. En ik bedank jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie graag weer zien bij een nieuwe video over een paar dagen. Wat het gaat zijn, laat je verrassen. Wellicht nog een roleplay video die ik klaar heb liggen. Moet ik alleen nog even editen. Maar ja, dat zien jullie vanzelf dan wel. Tot dan.